Hallo mensen, welkom bij mijn eerste mod showcase. Dus ja, laten we beginnen. Mod. En de mod die we vandaag gaan zien is custom NPC's. Zoals jullie zien hier, heb ik al wat voorbereid. Dit zijn geen spelers, dit is van de mod custom NPC's. En zoals je ziet, dit ook, dit heb ik niet gebouwd, trouwens. Dit is van mijn en ik kan het bewijzen. Als ik eens hier naartoe ga, zo. Ik doe house preview. Ja, zo zien. Dit hebben deze mannetjes. Dit hebben Arisotura en Atteson. Atteson hebben dit gemaakt, ik niet. Ja, dit is eigenlijk een heel erg coole mod. Je kan, zoals je al gezien, je kan ze van alles laten bouwen. Hoe span je nou deze NPC zeg maar in? Doe deze, en dan deze NPC doodstaan. En hoe maak je nu die custom NPC want in survival? Nou, dat is eigenlijk ook waar. Gaan we games, crafting table, brood, en 3. En dan een stokje. Zo. Boom, boom. Oh. Twee nodig. Zo. Nee, instrument stop. NPC toverstaf. NPC kalender. Dus ja. Zo maak je dat. Met deze kan je dus klikken. Zo. Boom. Precies, ja. Dan kan je ze een textuur geven of zo'n tour. Hier. Cool guy. Zo. En als je ze naar zoals jullie hier zien. Dit zijn de spelers die wel degelijk bestaan. En hoe dat je dat doet is. Die textuur. Dan typ je gewoon de naam van de speler in. Dus pakken we mijn naam, mijn Minecraft naam. Dit is mijn Minecraft naam. Zo, nee. Zo, bam. Tadaa. Hier ben ik. Hoe dat je ze dus laat vechten, zeg maar, wat was hier gebeurd? Dus hoe dat je ze laat vechten is door eigenlijk hier advanced faction. Okay, ik heb hier normaal gezien agressief, neutraal en friendly, dat zijn de normale. Als je naar combo gaat, factions, dan kan je zelf add en remove factions. Dus laat ik mezelf hier naar zetten, zo boom, hop. Normaal gezien zou ik dat ik ook moet vechten, zoals jullie zien. Tegen LI's, dat is geen goed idee. Dan heb je hier ook. Jullie kennen allemaal waarschijnlijk wel Herobrine. Nou, hier. En Notch. Hier, boom. Heb ik een Notch gemaakt. Dan heb ik hier een Herobrine gemaakt. Oeh, scary. Ze gaan vechten, denk ik. Kan fight, 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 fight. Waarom feit je niet echt? Ja. Hier wel, dus ja, zo kan je het laten inspannen. Je kan ze ook jobs geven. Hier, job. Ja.
hard, dan speelt de muziek uiteraard pikken. Dan kan je hier van alle dingen. Dan kan je hier friendly, unfriendly of allebei. En dan de range, speed en potency. Ik weet niet wat dat betekent. Dan heb je ook nog card, dan kan je zo. Dit is als je available type en current type hebt. Dus dan moet je deze naar hier verplaatsen om die te laten aanvallen. Dus put go, zo. Voilà. Dus we gaan met go en we gaan even iets. Een egg. Je ziet deze van een andere map, daar komen we later wel op neer. Of in een andere video. Deze koe van de koe aan. Koe neger. Val die fucking koe aan. Mooi dat, zie. Bam. Pak de koe. Ik ga weer op een menu. Advanced. Card. Item giver. Kan je hier op. Kan je weer gaan. Ja, kan je het zo. Boom, 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 boom. All items. Zo, random items. Ja, separaat is als je kan zien. Dan kan je zelf ook instellen. Waarom geeft hij nog zakken? Dat je dat doet is take lines, denk ik. Interact lines. Hello, dan ben follower kan je wat dan volgt hij jou ook spanner, dan spant hij dus er zijn al 7 NPC's zijn er dat je dat doet, komen we straks op neer. Deze kan je laten inzetten zodat hij spant conversation, gesprekken, junkloader, junkloader. Je kan als trainer kan je voilà. Zo, boom. En zie, we hebben geen meer. Niet zo meer van die bloemen te hebben. Ja, zo save je hem dus. Met de X kan je hem save. Straight forward, hustle van mij en de bank. Hier de full bank. Dan kan je items, belangrijke items, kan je hier doen sturen. Bij elke tank en systeem ga ik nu hier aan een beetje. Oké, boomtie. Eigenlijk is het gewoon een ender chest van een NPC. Dus ik ga even bekijken. Transporter. En dat is voor, daar heb je nog niet echt uitgenodigd eigenlijk. Dit ook niet. Compagnon, dat is zelfs voor. Ik heb een deel over dat spreken. Sorry, ik kan zijn inventaris ook zelf maken. Hier, movement, wandering, dan kan je alles van alle instellingen hier doen. Hier staan instrument files. Wat kan je allemaal veranderen? Dus ik kan eigenlijk echt je karakters helemaal zelf creëren zoals jij wilt. Wat je ook kan doen is bewerken. Deze eens. Boom. Zie. Wat doen we? Horns kan ik ook doen. En it's Christmas time. Save.
Gleich fahre ich damit ab. Genau, yep. Movement fly. Ja. Genau. Ja, als je deze mod tof vindt en je zou hem graag ook downloaden, de downloadlink staat in de beschrijving. En wil je meer van dit soort video's abonneren? En wil je meer van dit soort video's, klik dan zeker een like aan en abonneer ook even op mijn kanaal. Dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe mod showcase. Oh, en ik ben nog iets heel erg belangrijk voor je te melden. Wat dat je hiermee ook kan doen is... een villager. Je kan eigenlijk de tijd van de villager kan je zelf aanpassen. Ja, deze hoort dus ook bij de mod. Zoals jullie zien. Het stoel van deze een double chest in één. Dus dat ik het heb nog steeds double chest. Wat ik vet. Dus laten we nu even een villager. Dus wat dat je basically kan doen is hier. Oh, ik kan gewoon in principe op zelf boom. Ik kan remove wat je ziet. Ik kan hier ook voor deze. Kan je deze add. Dus dan nu pak dat pak op. Zo, dat is nu zien. Boom. Zien. Boom. Dus wat dan ook heel erg handig ermee als je bijvoorbeeld. Oh wow, yes, eindelijk. Na lang zoeken heb ik eindelijk diamanten gevonden. Wauw, ja, mijn geweldig diamant, eindelijk. Ja, heel lang zoeken, dus zoals jullie zien. Kunnen we doen? Ja, veel is in het spel. Kunnen we doen? Gewoon is diamonds hier. En dan hier, een stapje. Add. Boom. Dus dan nu even hout verzamelen, elkaar schrapen. Oké, wauw, maar nu zijn er ook aan zelfs. Kom aan, hup, boom. Ja, mooie kleren, hè. Nee, ik maak eigenlijk vette winst op. Als ik nu niet word vermoord, tenminste. Waar is het voor? Blijf staan van het jaar. Boom. Jee, fucking vette winst, ik speel. Dus dit is wel ook heel erg makkelijk. Dit is gewoon voor één stokje. Als je dan genoeg eigenlijk eerst diamant hebt verzameld en dan genoeg focus hebt verzameld, kan je uiteindelijk gewoon. Oh, verkeerde. Gewoon zo. Boom. Zo. Wauw, een stank diamantblok voor één stokje en ik heb bij dat werkt. Boom! Voor één stokje, één stank. Doe dat niet geweldig? Ja, heel tof. Nou ja, dat was geen wat ik nog wel laten zien. Dus nu ga ik ook wel echt afsluiten. Oké dan. Dus ja, tot de volgende video.